Dag moesten en vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Hoe kweek ik met Buzzy Seeds en Horty Tops. En vandaag gaan we rode biet voorzaaien. Rode bieten zijn excellent in uw vroege salades, dat geeft een beetje kleur. Je kan het ook lekker raspen en gegrild eet ik die ook zeer graag. We gaan aan de slag. Wat hebben we allemaal nodig om rode biet te zaaien? Dat is een zaaitray, die heb ik gevuld met zaai- en stekgrond. Ik heb er gaatjes van 1 cm in gemaakt. Hier heb ik een bakje waar ik straks mijn zaadjes zal in doen. Ik heb een beetje dekgrond om alles mooi af te dekken. Ik heb een plantenspuit om alles goed vochtig te houden. Ik heb een aantal zaadjes in een bakje gedaan. En je zult zien dat een zaadje van een rode biet eigenlijk een clustertje is van enkele zaden. En je kunt er dan voor kiezen om die enkele zaden te laten doorgroeien en een beetje meer afstand te houden. Of je kunt er ook voor kiezen om uit te dunnen. Maar ik ga in ieder geval starten met het zaaien. Dus 1 zaadje, 1 centimeter diep. De eerste soort bietjes, de kogel 2, dat zijn ronde bieten, zitten erin. Ik ga voortonen hoe ik ze afwerk. Ik heb dit bakje met zaai- en stekgrond. Ik ga in het midden een hoopje aanbrengen. En dat breng ik dan naar de zijkanten, tot alles mooi bedekt is. Deze zaai- en stekgrond is redelijk vochtig, dus ik zal niet veel water geven. Maar mocht je heel droge zaai- en stekgrond hebben, dan is het belangrijk om dat goed in te wateren, zodat de zaadjes week worden en het kiemetje uit het zaadje kan. Zo, ik ga er een heel klein beetje water aan geven. Niet veel. Binnen 6 à 12 dagen zullen deze rode bieten kiemen. Ik hou jullie zeker op de hoogte van deze teelt. Ik doe ook nog de Egyptische platronde en dan gaat alles in de serre om voor te kiemen.